welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag zijn wij namelijk in de Zoo van Antwerpen. Ik ga jullie proberen om van alles te laten zien. Maar ik ga ook nog shoppen achteraf, dus moet ik natuurlijk ook zien dat het... eventueel kan ik dat in twee delen delen, maar dat moet ik nog bekijken. Dus we gaan eens even naar de apen gaan kijken. Dus we zijn eens benieuwd naar de apen en naar de vlindertuin gaan we eerst. Voor iemand die toch die schrik heeft van vlinders, daar gaan we eerst naartoe. Dat zijn de vlinders die nog moeten uitkomen. Je ziet dat ook speciaal. Je ziet dat ook daar. Heel goed. Dat is wel speciaal eigenlijk, hè. Maar, en hier ook trouwens. Vooral daar. Die heeft echt al zo'n blauwe. Dat zie je. Schoon, hè. Voor de rest zie ik nu niet echt heel veel vlinders vliegen. Maar het is wel een mooie omgeving, zeg maar. Daar hebben we er eentje. Ik weet niet of je het kunt zien. Daar zit er een. Dat is inzien voor jullie. Daar zit er eentje. Oké, fladderen. Ik zal hem omhoog. Schoon, hè. Dit zijn de... Trappen. De aap. Zeer schoon aap. Daar zit er ook eentje. En hier ook een eentje. Kijk, die heeft twee kleintjes. Daar. Zie je het? Hij heeft een baby. En dat is een schat, hè. Je ziet. Kijk, die ogen. Prachtig. Die. Dit zijn de... Ja, het potje daaruit. Schoon apels. Deze schoon. Dat vind ik persoonlijk. En daar zitten er ook nog, denk ik. Kijken. Dus in ieder geval het kot. Nou, weer apen. Ik ga eens even op wat uitkijken, dus misschien daarmee. En slapen ze nog, dat kan ook. Die zijn er ook. Dit zijn de uilenkopmeerkat. Zijn deze apen. En ze... Ik sla deze op. En dan... Ze eten vruchten, zaden en bladeren, schors, bloemen. Dan kan ik het niet meer lezen. Die heb je er ook nog. Verblijf. Daar zit er eentje. Is een boter maken voor jullie. Het is zijn eten aan het zoeken. Schoon, hè. Ik zelf kom hier zo heel vroeg. Waarom? Als je hier vroeg komt, dan heb je de meeste kans om de dieren goed te zien. In de middag heb je er meer mensen die komen en dan is het heel moeilijk om de dieren eigenlijk te spotten, omdat er heel veel mensen voor het raam staan. En is dat natuurlijk ook wat drukker. En nu is eigenlijk bijna niemand dat je kan zien. Dus dat is eigenlijk al een voordeel. Ik heb niet zo goed zien omdat we niet goed kunnen zuiver doen. Maar als je goed kijkt zie je daar de koala. De koala heeft iedereen wel verschillend nieuws geweest de laatste tijd.
dus dat is een koopbaarabeel. Ik zeg het, dat zit een beetje aan de verkeerde kant. Dus ik kan niet zorgen dat ik doe dan wat ik nu doe eigenlijk. Dus dat is hem dan. Maar ik denk dat je een beetje kunt zien. En dit is... Dat is een... Mooi hè, daarnet zagen we hem ook een beetje in zijn kop, maar kon ik het niet zuiver krijgen. Dus dacht ik, ik ga hier eens kijken. En dat is een kip van boom kangaroo of zoiets. Is dat zijn naam? Dat is zijn naam van dat beest. Mooi hè. Kijk eens, dit is van die prachtige vogels. Deze voor een oranje bek. Kijk. En die niet volgens mij dat het vrouwtje in het oranje is. Dus maar laten, denk ik. Denk ik, hè. Niet zeker, maar ik denk het wel. De pingwingen. Iedereen kent ze wel, denk ik, de pingwing. Er zit er eentje in. Ik zeg, het is koud. Gewoon een pingwing. Ik moet er nog wel in zitten, zeg maar. Ik zeg, het is koud. Ik heb een groot geleid om hier komen kijken. Hier zijn we bij mijn familie. Zie je zo, dat is de Kenny. En die daar zit, is de Berk. Schoon, hè. Ze komen allemaal af, hè. De familie. Eigenlijk is dat meer te kennen, die neemt mee. Dat is een andere kruis. Dat is die andere Natasha, hè. Schoon, hè. Apen. We zijn nu in een soort grot eigenlijk gekomen. We hebben de vorige keer trouwens ook gedaan, volgens mij. Je ziet het ook. Dat is een grot. En hier is een grot, waar we het de vorige keer ook over hadden. En hier heb je die glijbaan. We gaan hem eens even aftesten. Hij is toch niet zo lang. Trouwens, die moet ook in blijven. Hij glijdt natuurlijk niet zo goed. Heb ik zo de indruk. Hij stelt mij teleur. Zo glijbaar. Ik weet eigenlijk niet wat je moet zien. Maar goed, we lopen nu. Hier dat ik een buurtje zit. Ja. Ik hier dat ik niet moet doen. Dat is ook een. Dat is een. En hier. De achtergrond heeft hij met. Met. Ik sta hier op zo'n soort ja, huisje zo om te kijken. Dus we zien we allemaal eigenlijk dieren die we net hebben gezien. Die dieren daar. Die dieren. Dus die dieren die je daar ziet. Die daar. Zie je ze? Nou, die zagen we daarnet ook. Ja, hetzelfde. Het is eigenlijk wel leuk. Kijk. Het zijn echt zo'n blauwe vogels. Schoon. Echt heel schoon. Het zijn allerlei borsten. Prachtig, prachtig, prachtig. En die van daar ook. Zie je? Heel mooie vogels.
hier met die kalfsen. Helemaal over het brugje. Ja, heel veel dieren zitten binnen, denk ik, omdat het al wat kouder wordt. Dat is niet erg. De olifanten waren trouwens afgesloten. Daar konden we even niet naartoe. Dus ja, is ook niet erg. Hè. Misschien zitten ze wel buiten. Daar hebben we eigenlijk niet naartoe aan het wandelen. Ze staan buiten, dus dat is op zich. Onze olifanten staan buiten. Zeer mooie dieren eigenlijk, vind ik altijd, persoonlijk. Mijn vriendin houdt heel veel van olifanten, dus kunnen we dit niet ontbreken, hè. Daar zijn ze, hè. De olifant. Prachtige beesten eigenlijk. Hij zal spelen met een tak. We zijn aangewezen voor dieren, dus zeehonden onder water, heet het. Maar je ziet het, ze zijn wel, maar ze zwemmen natuurlijk. Het is er wel een groot verhaal hebben. Hier is er weer een. We zijn in Alaska. Daar zijn wij nu. Heel ver vliegen, denk ik, om er te geraken. Als je er al geraakt, dan moet je met de vliegen. Dat zie ik gewoon. Dit is een skelet van de pinguïn. Kijk. Dat zie je dus eigenlijk een skelet. Dat is een zeemeerskelet. Die staat hierop. Dus het plaatje. En dat zijn de eitjes van die pinguïnen. Die wil ik je de vorige keer ook al laten zien. Maar. En dan heb je waarschijnlijk de taal van de pinguïn. Dus wij is goed voor onze vogels. Dus dit belandt allemaal in de zee. Dus staat hier, kijk. Deze. Dit is allemaal. Dus wel eens goed om te zien. Wat groen is, is oké. Dus, en ik gebruik ook al zo. En deze rietjes kun je beter gebruiken. Dat is beter voor het milieu staat. Allemaal herbruikbare dingen. Dus wat groen is, is goed en altijd groen is in de zee beland. Zie je? Heel is goed om te zien eigenlijk. Dat zijn de dingen die je herkent. Die je
ik, ah ja, dat ken ik. Altijd even weten in de video, onder de comments. Mooi, hè? Dus er de kangoeroes zijn. De kangoeroes. Eigenlijk. Oh, mooi. Ja, wanneer ze ze natuurlijk verplaatsen, staan ze natuurlijk niet meer in beeld. Dat kan natuurlijk niet veranderen. Het blijven mooie dieren. En daarom noemen ze dus de kangoeroe. Mag ik een groot applaus, want hier komt de koning der koningen. Zijn jullie er klaar voor hem te zien? Daar is hij. De koning. Zie je hem al zo? Daar is de koning. Koning. Ik zal hem hier even opzetten. En dan zie je hier iets. Officieel. Zo kan het wel. De koning van alle dieren, zeggen ze toch altijd? Nee, zo heb ik toch altijd al dikwijls gezien op tv, natuurlijk bij Madagaskar. Is dat een, ja, zo een makakie, hè? Hm? Dit is echt zo kuf. Zie je? Schattig. Ik heb niet gelezen welke dieren zijn en dat het daar wel bot wordt. Ik heb niet gelezen, helaas. Dit is de hoor. Raaf of zoiets. Raaf. De Noorse. Hm? Daar is ook nog wat vogels. Heel moeilijk te filmen, maar er is er nog wat vogels. En dan kijk hoe het de natuur eruit ziet hier. Dat is zeer mooi. Heel veel dieren zijn, ja, door de koude of zo, zijn ze er niet. Zo lijkt het stokstaartje was er niet. Ze waren heel veel dieren die er niet waren. Dus het is, ja. Dus ja, die hebben we niet gezien, maar dat is niet erg. Focus op de dieren die er wel zijn. We maken er het beste van. Maar er waren wel een aantal dieren die er niet waren. Dus lijkt een stokstaart vind ik wel jammer, omdat ik ga wel een beetje van een stokstaart. Dus dan is dat wel jammer als die er niet is, natuurlijk. Voor de rest valt het allemaal nog mee. Goed. Eigenlijk, ik zie eigenlijk toen nu meer dieren dan de vorige keer. Die ik dus gemist heb. Dus ik ben wel blij om eens alleen te komen, eigenlijk zonder mijn broer en mijn schoontjes. Je kunt ook zo langzaam stappen. Je mocht zeggen hoe lang dat je kunt staan. Leuk wandelen en zo. Hier heb je ook van die vogeltjes. Kijk. Dat zijn van die geeltjes.
Mooi. Zo. We zijn bijna aan het uitgaan, zie ik. Maar ik vond het eigenlijk wel super leuk om hier eens te komen. Ik heb toch een abonnement. Dus ik kan niet zoveel komen als ik het wil. Dus ik kan niet zelfs elke dag staan. En ik heb een gratis treinticket. Dus dat is ook mooi meegenomen natuurlijk. Hè. Dus, en hier zitten ook nog allemaal vogeltjes. Dus kunnen we eigenlijk, moeten we hier niet zijn. Ik ga er ook op. De donkere gang is niet langer een vogelverblijf. In 1948 werd het zo. Omdat we donker hebben, dacht uniek aan een rij was de vogelverblijf verlichten. Terwijl de bezoekers donker, de vogels weer inkomen thuis geschiedenis. De bezoekers konden de vogels niet in de gang van donker. Ik ben dus te blij dat ze zo weer. Ze zagen het dus uit. Ik heb er nog reten. Nu is dat helemaal niet meer. Maar als je dan gaat kijken. Kijk. Nu zit ze in het donker. En nu zaten ze vroeger daar en dan liepen hier eigenlijk gewoon voorbij. En in elk kooitje zat dan een vogelke. Eigenlijk. En doordat het daar dus licht was, dan konden ze dus niet. Dus dat is eigenlijk een geschiedenis dat voor jullie weg is. Je moet echt eens horen, luisteren. Besef je eigenlijk wel dat de natuur zo mooi kan zijn, eigenlijk, met al die vogeltjes die zo fluiten, eigenlijk. Ik ga naar de laatste diertjes gaan kijken, de allerlaatste diertjes, of de voorlaatste diertjes, ik kan niet precies zeggen. Ik moet een stier doen. Even ze weg altijd zo kwijt hier, ik moet een stier moeten. Zo, aan deze kant. Kijk, dit zijn allemaal pleuren. Kijk. Allemaal pleuren van beestjes. Zo lang. Nog zo lang pleuren vindt van mij. Mooi, ja. Dit vind ik ook wel mooi, ja. En deze. Veel mooie poepen. Wie zoekt die vindt, staat er. Thank you.
En hier zit er dus zo'n beestjes. Dat is toch een papegaai. Die heeft hier even gaan vliegen. Dus een andere richting. Hier zijn de eieren. En hier zie je hoeveel graden ze worden verwarmd eigenlijk. 37,3. Dat is eigenlijk voor het verwarmen. Mooi. Van de kruut. Schoon. Dat is van de klanten. En dan komen die eruit. Zo zie je de eitje van binnenuit. Dus ik ga je eventjes zoomen. Kan je het beter zien? Nu heb je nog zo'n uitjes. Dat is het. Hoi. En hier staat dan weer dat de donkere ruimte niet langer een vogelbewerk is eigenlijk. Dus ja, we komen weer in die donkere ruimte terecht waar niks te zien is. Zie je? Maar het is wel een geschiedenis natuurlijk dat meegaat. Dus en ik ben nu eigenlijk naar de Berenvallei. Dus ik ga eens naartoe. De Berenvallei. Dus gaan kijken. Hè. Ja, daar zijn we. Bij de Berenvallei. Dit is de Berenvallei. Dit is het. Omdraaien. Dit is de Berenvallei. Waar wij nu lopen. Je ziet het ook. Leuk hè? En aan die kant staan meestal de mensen om te kijken naar de beren. Hier heb je echt de Berenvallei. En alles erop en eraan. Een beetje bukken. Dan zie ik hier goed. Eigenlijk mooi hè. De Berenvallei. En hier heb je dan de deuren waar ze normaal gezien uitkomen. Zijn eigenlijk hier de deurtjes. Waar ze normaal gezien altijd uitkomen de beren. Ik vind het wel heel mooi. Eigenlijk op zich. Ik ga je trouwens een foto maken. Puur alleen al voor de mensen. Schoon hè. Als ik jullie eens kan opzetten, zou ik iets ook doen. Dat is natuurlijk als je alleen zit, niet zo gemakkelijk hè. Zo, voilà. Dan zien we hier nog
doen. Zo. Nee. Tuurlijk. Ik hoop dat ik dat beeld heb. En hier ga je dan rond. Een tunnel. En dit is de andere kant van het berenverblijf. Dat was het eigenlijk. We zijn allemaal een beetje een beer. Over water en zo. Maar wel iets leuk om te zien eigenlijk. Omdat je dan wel eens ja, een beetje een beer voelt. Maar ook aan de andere kant de uitleg ook eens kunt geven. En ja, dat is wel leuk eigenlijk. Er zijn altijd mensen die met mondmasker die blijven in de kinemraan. En er zijn ook altijd mensen die al eens aan het kijken zijn. En, oh, wat is die daar? Dus dit is het berenverblijf. Nee, ik ben niet alleen, dat hoor je ook. We zijn nu op een aan het spelen. Hè. Zo. Zo. Voilà. We moeten alleen nog de flamingo's zien. En dan zijn we helemaal klaar. Natuurlijk. Ik ga even naar de wc nog. En dan zien we elkaar zo terug. En daar zijn de laatste dieren, de flamingo's. Zijn ze niet mooi, de flamingo's. Prachtige dieren. Vind ik altijd. Altijd heel prachtige dieren. Super mooi. Eigenlijk. Voilà. Zo zie je, dat was de laatste dier om te spotten in de zoo. Super leuk om die beestjes eigenlijk eens te zien. Vorige keer had ik ze gemist. En nu heb ik ze gezien, we gaan eens kijken of we wat dichter kunnen. Om ze nog beter te kunnen zien natuurlijk. Voilà. Ze laten zo staan hier. Ja, zo, voilà. We hebben de zoo verlaten. Allee, we zitten eigenlijk nog altijd in de zoo, maar we hebben de zoo verlaten. Ja. Voilà. Ik kan er 10 keer binnen gaan en, met het abonnement. We gaan wat dichter voor die beestjes te kunnen zien. Voilà. Dus, zodat ze eindelijk een plaatsje krijgen in de vlog. Alleen al daarvoor zou ik terugkomen om die beestjes te zien. Zo. Hier zijn ze. De flamingo's. Prachtige beestjes. Altijd in vallen. Kijk, daar kun je nog uren naar kijken naar die roze beestjes. Op één poot staan die altijd. Prachtig. Dus dit was het einde. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we bij. Morgen is het trouwens het vervolg van het uitstap naar Antwerpen. Tot ziens!